President Chandrika Prasad Santoki heeft gisteren in de Nationale Assemblee aangegeven dat er een nieuwe NV komt in de plaats van Surfin. Het Parlement was het niet eens met de manier waarop de investeringsmaatschappij New Surfin NV is opgericht. De president erkende dat er ambtelijke fouten zijn gemaakt en dat de juiste procedures niet zijn gevolgd. Het staat zoveel aan dat in de komende week het Parlement al geïnformeerd zal worden over de, de nieuwe NV. Zoals de fractieleider aangeven, kunt u van de regering verwachten, komende week al, namelijk een uh, ontwerpwet, machtigingswet, uh, die al gestuurd is naar de Staatsraad voor uh, advies. En na goedkeuring, na advies, want we hebben het gisteren al besproken in de regeringsraad, is al goedgekeurd, na advies van de Staatsraad komt het richting het parlement, zodat we dan de machtigingswet kunnen behandelen, samen met de statuten, sorry, samen met de conceptstatuten van de nieuwe NV, en dan gaat u het krijgen. Dat is die procedure van een staatsondernemer, ja, staatsondernemer. Dat is die procedure, ja. De president gelooft dat hij samen met zijn regeerteam fresh capital kan aantrekken voor het land. Dat is ook de bedoeling van de nieuwe NV. Dan heb ik de overtuiging dat we goedkoop kapitaal kunnen aantrekken voor niet meer dan 3,5% rente per jaar, meneer de voorzitter. Dan hebben we hier. Van de vorige regering leningen van 9, zoveel procent rente, 15 procent zoveel rente. Als wij, die, als wij die dure leningen met het goedkoop kapitaal kunnen afkopen. kunnen we als land meer dan 300 miljoen Amerikaanse dollar besparen voor het volk. Besparen voor het volk om ontwikkeling te brengen met het geld. aldus uh, president Chandrika Prasad santoki gisteren in de Nationale Assemblée.